Peter Knoops, NBC 13. Ze zijn de plaat op de ranglijst en de resultaten zullen er toch wat meer verwacht worden dit seizoen. We proberen meer, we proberen er sterker uit te komen elke week om er veel van te leren, maar door blessures lopen we een beetje achter de feiten aan. Wie wel blessures zijn er dan? 3 tot 4 man. Langdurig? Eén langdurig en 2 word ik van zeg van mooi. Zeker nog 3 weken. En ene die is nu vandaag de laatste man die is dan in bier, dus die is vorige week geblesseerd geraakt. De laatste wedstrijd van u heb ik het verslag van gelezen. Dat loopt er niet om. Het zou dubbele cijfers moeten zijn. Verklaar het eens. Ja, een voetbal in de 4e klas, hè? Dan zou dubbele cijfers kunnen zijn. Tegen zijn we goed. Tegen zijn we goed. En NBC? Het wordt niet goed. Vanwege de blessures? Ook, ja. Dan die Rijk Rios. Ook niet gemakkelijk vandaag. Wie ziet de wedstrijd? Ik zie hem positief tegemoet. Ik denk dat we kans maken als het uitvoeren wat we bedacht hebben. Maar dat zullen we dadelijk wel zien. Sajan Detail, heel veel spelers van Rios zijn ex-NBC'ers, collega's van wat nu op het veld staat. Motiveert dat of demotiveert dat? Ik hoop dat die jongens motiveert, maar er zijn er maar weinig wat met die jongens gevoetbald hebben. Dus ik weet niet of dat motiveert, maar ik ga ervan uit. De kwaliteiten van die spelers zijn dus wel bekend? Die zijn ons bekend, ja. Ja. Nou, dan succes dadelijk. Dankjewel. Stefan Iskes, Rios 31. Hij is in een dieselbureau, maar langzaam op gang gekomen en nu lopen we in de trein. Wat geeft voor perspectief? Ja, periode. Of meer. Ja, dat zijn we het vorig jaar ook. En we zijn wel dadelijk wat chips gaan. Maar 3 maal gewonnen met grote cijfers, dat betekent toch wel wat? Ja, maar dat worden nog niet 3 van de sterkste tegenstanders. Wat verwacht je tegen de sterke, want die komen er nu aan? Ja, dus zullen we mensen moeten storen en zullen zien dat we dan ook met ruimcijfers winnen. Vandaag NBC, rekenen ze bieden sterke of niet sterke? Ja, NBC zal heel erg gebrand zijn om het Rios te pakken, net wat Sint-Joris heeft gedaan, dat we met 2-0 verloren. En we hebben veel jongens van ons bang in de selectie, dus het zal een vechtwedstrijd worden. Is dat motiverend voor die spelers? De spelers van Maas Brak tegen ex-collega's? Ja, ze zijn er al weken mee bezig om tegen Maas Brak te spelen en zich te willen bewijzen. Aan motivatie zal het dus niet ontbreken, begrijp ik. Heb ze kopieerd Rios vandaag? Nee, helemaal niet. Nick is geblesseerd, Jules is geblesseerd en Ilias is geblesseerd. Dus we hebben 2 wissels, een jong van de 2e en Chris Koemans is erbij. Dat begrijp ik goed, dat de selectie niet zo uitbreiden, dat ze naar 2e moest grijpen. Dat is op het moment niet heel breed, maar dat zijn niks van de kwaliteiten wat we nog hebben. Succes vanmiddag. Dank je, Jeroen.
Kevin Kremers, als ik zeg man of the match, dan zeg ik toch niet te veel, hè? Nee, het was inderdaad een mooie wedstrijd voor mij. Twee keer gescoord, dat voorkomt me niet vaak. Dus ja, dat mag wel gezegd worden inderdaad. Ben je in zijn kop al sterk? Ja, dat is eigenlijk allemaal vandaag. Normaal gesproken net niet, maar vandaag net wel. Dus hopelijk kan ik dat volhouden voor de rest van het seizoen. Bijna was het nog een derde keer. Oeh ja, die had het eindelijk eens door na twee keer, dus dat was wel een beetje jammer. Identiek aan die andere twee. Ze laten je helemaal vrij. Oh ja, het zijn ook prachtige corners van Tim. Dus inderdaad, daar heb ik ook profijt van. Waar heb je dat geleerd? Bij Mans Bracht? Of is dat de laatste jaren bij Rio's? Ah, toch wel bij Rio's. Ik heb bij Mans Bracht helaas niet veel gescoord. Volgens mij helemaal niks. Dus dat is toch wel bij Rio's gebeurd, ja. Nee, maar in ieder geval ben je ook een spelverdeler, zie ik. Ja, ik ben van nature al middenvelder op 6, dus vandaar, dat komt wel nog eens uit als ik achterin sta. Dus ja, daarom sta ik ook daar, om een beetje voetbal erin te krijgen bij ons achterin. Het is dus wel memorabel vandaag. Net tegen Maasbracht, de club waar je vandaan komt, twee keer scoren.
Ja, klopt. En ik had ook tegen SNA heb ik ook nog gescoord. Dus ja, uitgerekend tegen mijn oude clubs. Dus hopelijk nog doorzetten, ja. Hoe zijn de verhoudingen met de spelers van Maasbach? Zijn die vrienden of is dat toch een beetje verwaterd? Ja, dat is wel een beetje een hartliefde gelast, moet ik zeggen. Ze zijn niet heel blij. Zeker niet met twee doelpunten vandaag. Maar dadelijk drink ons eentje en dan is alles weer goed. Met hoeveel van deze heb je gevoetbald? Toch wel een aantal. Ik denk dat er maar een enkele zijn die ik, waar ik niet meer gevoetbald heb. Dus vrijwel het hele team mee gevoetbald, ja. Drie punten vandaag, maar nu komen de toppers uit de klasse. Vervolgens dan gaan jullie meedoen voor de prijzen als jullie van die toppers kunnen winnen. Ja, dat is wel een beetje stiekem de bedoeling om toch een beetje bovenaan mee te draaien. Dus dan moeten we wel die wedstrijd inderdaad gaan winnen. En ja, zoals je zag de wedstrijd vandaag, dat was... ja, als we dat doen tegen de toppers, dan krijg ik het heel moeilijk. Dus daar zitten wel nog een beetje werk aan de winkel, ja. Het waren op plaatsen een beetje vinnig, hè? Veel vrije trappen. Ja, klopt. Dat moet ook inderdaad eruit. Maar dat is wel een emotie van zo'n wedstrijd, en zeker tegen Maasbracht. Dus hopelijk tegen de toppers kunnen we dat wel anders doen. Nou, ik wens je succes tegen die toppers en succes in de verdere competitie van Rio's in deze vijfde klas. Ja, hartelijk dank en tot de volgende keer.